mijn paleis, in mijn achtertuin. Wat een lief hondje! Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag vrijdag. En ik heb Coco net uitgelaten. Ik moet me nog wel even opmaken en mijn haar doen. En ik moet vandaag 2 video's op gaan nemen. Ik heb alleen echt geen idee wat. Omdat ik gewoon helemaal vol zit in mijn hoofd. Wil ik gewoon heel even iets makkelijks opnemen. Ik zit dus heel veel te denken. Misschien dat ik heel veel op internet ga kijken voor 2 tags of zo. Weet ik veel wat. Ik wil sowieso in hoe ik mijn haar krul video op ga nemen. Nou, dat doe ik morgen. Dat kan ik morgen makkelijk filmen als ik mijn haar doe. Verder iets van een tag of zo. Ik ga heel even koffie zetten. Ik ga heel even wat video's kijken. En verder vandaag video's opnemen en leren voor mijn theorie. Want daar ben ik gisteren, heb ik daar nog wel heel even aan gezeten. In het ziekenhuis heb ik heel even geleerd. Verder ook niet meer echt. Toen ik thuis kwam was ik echt helemaal totally broken. Ik ga nu even kijken wat ik kan eten als ontbijt. Want we hebben niet meer zo heel veel. Maar Milan komt sowieso in de loop van de middag thuis. Dus dat is heel erg fijn. Zo, ik ben weer helemaal opgemaakt. Ik heb trouwens mijn pony een beetje, zeg maar, stijl gekamd. Ziet er toch wat beter uit zo. Welkom in mijn emotionele rollercoaster. Maar ik heb de echo binnen van Pip. Van de moeder van Pip. Van het hondje die wij verwachten rond december. En ik zal hem jullie even laten zien. Je kunt er nog niet heel veel op zien. En ik ben er zelf ook niet zo heel goed in. Maar ik wil het toch heel graag met jullie delen. Kijk, dit is de echo-foto. En dit is dus het vruchtwater. En als het goed is, zit hierin dus de embryo. Ik ben er niet heel goed in om dit soort dingen te ontcijferen. Maar het is gewoon een heel schattig idee. Met het feit dat hier allemaal kleine babypuppies in zitten. En verder heb ik nog positief nieuws. Dat is dat ik een berichtje heb gekregen over het feit dat onze bank binnen is. Alle meubels daarvan zijn binnen. Ook heb ik een bericht gekregen over het feit dat ons tv-meubel binnen is. Dus ik ga heel even bellen naar het bedrijf of wanneer ze hem kunnen leveren. Ik kan me vaak ergens herinneren dat wij juist hem zouden ophalen, maar als ze hem willen leveren vind ik het prima. Maar goed, ik heb de bank in ieder geval helemaal nu afbetaald. Ik heb eerst een aanbetaling gedaan totdat de meubels binnen waren. Of alle onderdelen binnen waren. En nu heb ik hem helemaal afbetaald. Dus als het goed is, verwacht ik dan ook ergens volgende week of zo onze nieuwe bank. Ja, dat is ineens een stuk sneller dan verwacht. Want eigenlijk zouden ze pas over 5 weken komen of zo. Maar ja, dat vind ik helemaal niet erg. Want dan kunnen we deze hoek eigenlijk ook eens wat meer gaan afmaken. En vanaf volgende week wil ik elke dag 1 kamer helemaal gaan opruimen. Want ja, we hebben zeg maar wel enigszins opgeruimd als in dat de dozen en zo weg zijn. Maar het is gewoon nog steeds overal niet echt netjes. En ja, dat wil ik wel gewoon heel graag. Want dan hou je het ook veel makkelijker netjes. En we moeten nog heel veel op zoek naar een badkamermeubel. En naar een sfeerhaard die ik daar nog wil plaatsen. Dus er moet nog aardig wat gedaan worden. Het heeft heel veel pauze gestaan en ik weet niet echt waarom. Maar daar moeten we nog wel heel even mee aan de gang. En ik heb hier nog 2 schappen staan bijvoorbeeld daar. Die nog opgehangen moeten worden en zo. Er zijn nog best wel wat dingetjes dat hier nog eigenlijk gedaan moet worden. Het is nog helemaal niet echt af. Maar goed, ik ben in ieder geval blij met dit positieve nieuws over Pip. En trekt het toch wel weer een beetje in de positieve vibe. Waar ik ook het liefste in zit. Maar ja, weet je. Leven gaat niet altijd over rozen. Mijn liefje. Je wordt toch ook vrolijk als je naar dat hondje kijkt. Kijk nou wat een dottie. Op 2 vliesdekens ligt ze, hè? Nou, nou, nou. Ik lig samen met Coco op de bank en ik ga lekker Expeditie Robinson kijken. Want daar heb ik gisteren natuurlijk geen tijd voor gehad. Samen met een schaal pepernoten. Lekker op de bank. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik ben natuurlijk ook team Teske, want ja, het is een YouTuber en YouTube is eigenlijk één grote familie. Dus ik hoop echt dat ze het heel erg goed gaat doen. En in deze aflevering gaan ze voor het eerst echt dingen doen. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik zal verder geen spoilers vertellen voor de mensen die het nog moeten gaan kijken. Want ik kijk het zelf nu natuurlijk ook terug en ik zag al op Facebook wie eruit was en dat vind ik allesbehalve leuk. Maar ja, goed, weet je. Ik ga het terugkijken. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb net Expeditie Robinson gekeken. En ik baal echt van de persoon die eruit is. Ik vind het echt heel erg. Daarna kreeg ik een pling op mijn laptop. Want ik kreeg namelijk een foto binnen van het hondje. Van de moeder van Pip. Die dus zwanger is. Met hoe het buikje eruit ziet. En kijk nou, dit moet ik echt even met jullie delen. Dit is Amber. En in dit buikje zit mijn puppy. Maar kijk nou, dat buikje is echt als een schattig. Een beetje bollig. En Coco. Coco snapt er helemaal niks van, hè. Die is echt naast zo gaan zitten, zo van, hè, wat is er nou aan de hand? Nee. En verder kan Milan elk moment thuiskomen en heb ik heel veel contact gehad met mama. Maar ze heeft nog steeds wel heel veel pijn, Ellen, want ze is nu bij Ellen in het ziekenhuis. En we weten dus ook nog steeds niet of ze naar huis toe mag vandaag, ja of nee. Maar ja, goed, als hij vandaag niet naar huis toe mag, dan ben ik morgen gewoon weer in Nijmegen. Dan ga ik morgen weer naar het ziekenhuis. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat ik dan enigszins nog wel vrolijk kan worden van dit soort berichtjes. Want ja, een puppy is toch wel echt heel erg leuk. En ik hoor zo meteen wanneer volgende week het tv-meubel komt. Ik ben echt alleen heel erg bang dat het een andere kleur is dan mijn salontafel. Maar dan moeten we dan maar even kijken hoe we dat gaan oplossen. En dat onze bank natuurlijk waarschijnlijk ook volgende week komt. En dat is wel echt heel erg fijn, want dan kan je toch al veel meer dingen gaan afmaken en zo. Verder heb ik nog steeds geen video opgenomen. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen. Dus ik denk dat ik gewoon een klets- en opmaakvideo morgen maak. Ja, ik vind wel van mezelf dat ik het moet doen. Maar wel op een moment wanneer ik het wel echt wil. Nou ben ik lekker met Coco aan het knuffelen. Want nog steeds is Coco het liefste hondje van de wereld. En een ander lief hondje wordt nou een beetje gekweekt. Het is nou een embryo, hè Coco? Een embryo! Ja! Oké, ik heb een leuke tag gevonden op Teske haar kanaal. Op haar blog. En die heet I Wish Tag. En die is van Team Confetti. En ik dacht, ik ga die gewoon doen. Ik was gewoon op zoek even naar een leuke tag. En daar zaten wel leuke, interessante vragen bij. En omdat ik wil gewoon wel even een video hebben die ik sowieso al voor morgen heb. Dus ik ga nu gewoon opnemen. En dan beantwoord ik gewoon die vragen. Ja, ik wil geen baggervideo's uploaden. Ik hoop echt dat jullie dit heel even oké vinden. Dat ik heel even dus een tagvideo opneem. Het is wat makkelijker dan normaal. Maar ja, dat... Het heeft er alles even mee te maken met dat mijn hoofd er niet helemaal anders naartoe staat. Volgende week wil ik dan sowieso ervoor zorgen dat die video over ontspanning en zo online komt. Goed, ik ga heel even opnemen. Heb ik ook geen stress, is gewoon veel beter. Dus ik ga dat nu heel even opnemen. En dan vliegen hier twee vliegen. Heel fijn. Milan is inmiddels weer thuis. En we hebben bij thuiskomst eigenlijk direct boodschappen gedaan. En toen wouden we naar een dierenparkje. We hebben heel veel pizza gegeten. En toen wouden we eigenlijk naar een kinderboerderij. Maar toen bleek dat alles al gesloten was, want het is al 8 uur. En daar hebben we een of ander natuurparkje gevonden. En daar gaan we nou heen. En we nemen Coco lekker mee, want die kan dan gewoon lekker mee. Die kan daar gewoon lekker wandelen. Dus dat is super leuk en gezellig. Dus dat gaan wij nu doen. Of niet, schatje? Ik weet niet eens waar mijn schatje is. Coco, waar is mijn schatje? Oh, daar is hij! Gangsterboy, kijk hoe hij erbij zit. Gewoon normaal. Coco, wat vind jij van? Heb jij een vogeltje gevangen? Dan ga je lekker wandelen, hè? Ja. En ik zet automatisch mijn camera stil of zoiets. Dus ja, wij gaan naar bos of iets. Weet ik veel wat het is. We hebben zelf ook geen idee. We hebben alleen een adres. En dan rijden we gewoon heen. En we zien het wel. Oh, ik ben helemaal niet scherp. We zijn in een park. En het is hier echt fucking prachtig. We zijn helemaal met de auto een stukje ver weg gereden. En toen kwamen we hier. En nou, moet je kijken. Het is echt super mooi. Het is echt een rondje met allemaal rozen en dingen. Het is echt super prachtig. Echt heel erg romantisch. In mijn paleis. In mijn achtertuin. Wat een lief hondje. Ja, die mag ik kopen. Mag ik kopen? En een sjaal van maken of een vest. Kijk hoe mooi. Ja, hè? Hier kun je gaan zitten. En dan kwam hier net al een stelletje vandaan. We kunnen hier in het midden. Hier in het midden kun je staan. Wat vinden jullie eigenlijk van Milan's nieuwe jas? Ik vind hem echt super vet. Hij is dus wat langer. Thanks bro. Hij heeft hem nu helemaal dicht. En hij draagt de skinny jeans, dat is ook voor het eerst. Want dat, voorheen wou hij dat helemaal niet dragen. Maar hij is een beetje zijn stijl aan het veranderen. En dat is voor, ik vind het heel erg mooi. Ja, klopt. Soms dan moet je gewoon even je kledingkast op de kop gooien. En dan gewoon zeggen, oké, al die oude rotzooi, familie, vrienden alsjeblieft. Dan moet je gewoon nieuwe inkopen doen. Weet je wat ik best wel bizar vind aan deze nieuwe camera? Is dat ik lichter ben op het beeldscherm dan dat het in de werkelijkheid is hier. Ik zie Milan, in het beeldscherm zie ik jou beter dan hoe het er echt zeg maar normaal uitziet. Hoe je mij normaal ziet. Dus ja, maar zo ben ik lichter. Knapper. Nee, lichter nu. Oh, lichter. Oh, ik dacht heel anders gewoon. Ik denk nee. Zo. Dan moet je maar via de camera. Is hier een speeltuintje? Ik hoop echt dat er een kabelbaan is. Dat vind ik zo tof. En Coco is echt helemaal blij. Weet je, ik zou ook tegen Milan. Hoe bijzonder het is hoe snel je een hondje gelukkig kan maken. Gewoon, ze werd al helemaal lijp in de auto. Ze rook al gewoon op 700 meter afstand of zo dat er een park in de buurt was. Ja, ze begon al eerder. Wij zaten van, is het hier? En toen begon ze helemaal te hijgen. Dus wij zeiden, volgens mij is het hier. Ja. Ik ben helemaal blij. Echt, echt leuk. Kijk, nou worden we wel echt donker, maar het is hier ook wel echt donker. Skatepark. Wow. Paarden. Ja, dat is een kinderboerderij. Oh my god. Waar is die kinderboerderij? Ik wil echt super graag naar een kinderboerderij. Nee, voor mij, we lopen nu weer denk ik richting woongebied. En ik denk dat we daar linksaf moeten. Nee, hier moeten we denk ik naar rechts hoor. Nee. Ja, maar die geur. Maar er is geen kabelbaan. Kijk, het is wel gewoon een speeltuintje hè? En Coco die helemaal happy de peppy is. Oh nee, we zijn nu... Oh, wacht even, waar zijn we? Is hier iets van een kinderboerderij dan? Hier stonden we net. Je ruikt wel echt heel duidelijk paarden. Nee, we lopen de verkeerde kant op. Maar lieve doggy, we lopen de verkeerde... Oh nee, we kunnen hier rechtdoor en dan links. En dan? En dan komen we... En dan maken we zeg maar een groot rondje om het hele park heen. Volgens mij. Tenminste, dat niet door het park heen? Ja, door het park heen. Ja, die gaan niet letterlijk om het park heen. Oh, mooi park daar. Ja. Ja, nee, we gaan eromheen. Dat dacht ik, ja. Ik denk, wat is dit voor bullshit? Gaan we naar een park en gaan we gewoon helemaal om het park heen lopen. Zo, iemand heeft volgens mij zijn tent weggegooid. Oh my god. Misschien was die persoon bij Burning Man geweest. Ja, dat wou ik net zeggen. Oh, Burning Man. Ik moet zeggen, ik kijk dan die vlogs van Marcia dat het mij best wel kriebelt, maar Milan heeft er helemaal niets mee. Alhoewel, hij heeft wel eens filmpjes gezien van Burning Man, maar hij zou er nooit zelf heen willen. Oh, kijk, hondenuitlaatgebied. Yay! Eigenlijk mag ze dan hier los, of niet? Deze kant op, Coco. Coco, die kant op. Maar ja, waarschijnlijk wordt het dus nooit wat, maar... We moeten sowieso nog een keer ergens samen op vakantie gaan, want dat hebben we nog steeds nog nooit gedaan. We wonen al samen. Ja. Alles al samen beleefd, behalve vakantie. Oh, er komt nog een hond aan. Oh shit. Nou, gaat wel goed. Het is wel chill zo. Milan is aan het lopen met Coco en ik doe gewoon mijn ding. Er zit hier een beest op Milans camera. Of op Milans camera, op Milans auto. Kijk hoe huge die is. Hij lijkt niet zo huge, maar geloof me, hij is huge. Want dit is... Nou ja, dat lijkt zo helemaal niet huge. Nee, hij is nog niet... Oh nee, oh nee! Hij is weggevlogen. Daarachter is dus het park. Daar zijn we geweest. Nou zijn we nog even met Coco. Coco is los! Coco is los! Ja! Zo, wij zijn dus lekker naar het park geweest. En dan gaan we weer richting huis. We hebben een uur gewandeld. We zijn nog verschillende gezinnen tegengekomen. En mensen ook met honden. Coco, ga je mee? Gaat ze via jouw kant? Ja. Oh. Dat is ook prima. Oh! Vliegende hond. Vliegende hond. Zo, deurtje dicht. En dan kunnen we gaan rijden, hè? Het lijkt wel alsof Coco achter het stuur zit zo. Sorry, pardon. Hatsjoe. Coco moet ervan gapen. Ze is niet onder de indruk. Helaas. Nou, nu al, let op. Ze gillen het hoofdje. Wat is er nou allemaal, hè? Nou, wij gaan rijden voordat er soms een ongelukken gebeuren hier. Doe normaal. Nee, maar ik bedoel met de camera op het dashboard. Oh, dat wel. Ja, dat wel. Dus hoef Coco lekker niet meer uit te laten. Of nee, ja, lekker niet. We hebben gewoon lekker lang met haar gewandeld. Dus dat is heel fijn voor Coco. Kusje voor Coco. Dat ding wat net op Milans auto zat is nou naar binnen gekropen. Milan. Ik heb hem. Heb je hem? Hij is weg. Snel wegrijden. Anders komt hij weer terug. Ja. Vliegt hij weer naar binnen. Nu kunnen we echt gaan. Wij zijn alweer lekker thuis en ik heb de video van morgen heb ik al helemaal afgeëdit. En nu duik ik lekker mijn bed en samen met mijn laptop. Ik moet nog heel veel wat dingetjes uitzoeken. Als in, ik wil nog een badkamerkast en zo, wat dingen voor een huis. Dus dat kan ik gewoon lekker gaan doen als ik dan in bed leg. Maar ik ga gewoon eerst heel veel lekker douchen, lekker warm. En we hebben het bed trouwens in de was gedaan. Dus we slapen vanavond zeg maar zonder dekbed overtrek. Want weet je wat ik altijd zo typisch vind? Dan doen mensen pakken dan een dekbed overtrek uit de kast. En die doen ze er dan zeg maar overheen. Maar het is veel lekkerder als jij de volgende dag zo'n echt gewoon net uit de wasmachine het dekbed overtrek kan gaan leggen. Dat vind ik echt zo lekker. Dat gaan we doen. Oh, dat was net iets te donker. Goed, ik ga even lekker douchen. Wij liggen in bed. Milan heeft pizza broodjes. Vraag me verder ook niet af waarom. En Amstel. Film je mij nou gewoon? Hier? In bed? Naakt. Zie je vet goed dat ik hier bruin ben en hier wit. Goed, ik heb lekker gedoucht en wij gaan nu lekker slapen. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Heel smakelijk. Doei doei. En een kusje van Coco. Oh, deze gaat mee. Nee. Jawel, die zit eraan vast. Die omhoog. Oh. Zo. Ja. Nou kan ze gaan. Hele apparaat zo sturen.